Goed, dames en heren. De spanning stijgt natuurlijk al een beetje hier in het stadion. In ieder geval bij mij. Alle mooie vrouwen op een rijtje natuurlijk hier.
Nivaldo. Wat gaat serveren voor Cuba? Thank you.
beetje hoppen zo meteen, hè? Op die muziek zo. Kom maar, Jan. Dat is niet al even hun handen naar voren. Want net erop, die gaan we zo meteen beide spelers. Dus de bedoeling met beide landen opvangen. Met veel respect en een klap. Twee handen naar voren.
gaan ze oproepen voor die tweede en ook zo belangrijkste legend. Thank you.
eerste hebt de curve op de service. De surf, de curve op de surf. Rijdt de hè. Die valt op de surf. Cuba. Rug naar de wedstrijd.
gaan even de rust vinden natuurlijk om die twee punten voorsprong te behouden. En daarmee in ieder geval even voor onze tijd een beetje swingen af hier op de tribune. Zeg maar, hij valt krap zo in de blok, zeg maar. Hij stuurt hem een beetje naar net om krap. Dan kan ik alleen nog poopje doen. Ja, wat moet hij dan? Hoog. Iets hoog. Doe maar iets hoog. Oh!
die ontstaat door deze landjes. En de houding aan de overzijde van Vuur, die is goed natuurlijk, want zij voelen dat er weer is. Ja, wij hebben u als publiek, dames en heren. Oh!
blokkering. Ik zei al in verschillende tempo's in Gonzalez en in Nivaldo slaan. Dat is een moeilijkheid voor de blokkering. Maar we hebben er al een paar gevallen. Nivaldo de surf. Yeah.
9 voor beide. Wat een spanning hier, dames en heren. De eindfase van de wedstrijd. De beslissing. Wie wordt poolwinnaar en blijft met zekerheid in de dag. Prachtig punt, 13.
Nederlands. De doelwinnaars blijven in de stad waar ze spelen. Dus vandaar ook de blijdschap natuurlijk bij Chris en bij Reinder. Want zij hoeven niet naar de andere plaats. Ze blijven in de beach van de hoofdstad van Nederland in Den Haag. Zo ben je live op het veld en je interview met de beide mannen. Nee, dat is niet. John Stumme gaat eens even vragen wat ze ervan vonden vandaag, hoe het ging. En zwaar was het zeker. Maar uiteindelijk tellen we punten 2 tegen 1. We wachten even op het interview zometeen hier live op het veld. Congratulations, guys! What a thrill! Yeah, it was a tough one. So it's hard work. Also, the last game we don't play really consistent at the moment, but I think we made some great plays in the end, and that's why we have won this season a lot of three sets. Well, that's what we're told. Three sets winner. It doesn't matter how you win, you win. But they played a very strange but effective game against you. Yeah, the guy was blocking really good, I think. Most of Reinder's line shots he touched or he threw back, actually. And on my hard hits, he was blocking like a maniac. So I was having a tough time, but in the end, it's about how you can change it up, change the game up, and we did it pretty well, I think. Three wins, just going to the next round, very good, first place. And better maybe, staying in the egg? That crossed my mind, yeah, in the end. Like. We have to win because otherwise we have to move, and we love to play here. I mean, it's the best stadium, the biggest stadium, and an amazing crowd the whole week. And I mean, to go back to another stadium is not so nice. So we like to stay here. Thank you. Good luck. Thanks. Het gebeurt ons te vaak. Dit is goed dat we dan zo'n dip hebben.